Het stadsdistrict Paramaribo is sinds de Nederlandse bemoeienissen met Suriname het centrum van het land van waaruit in onderlinge samenhang zowel de beheersing van het land als de bemiddeling met het buitenland verwezenlijkt wordt. De stad dankt haar opkomst en haar uitgroei tot de enige belangrijke nederzetting in Suriname allereerst aan haar bestuursfuncties. De politieke macht is vrijwel vanaf het begin van de Nederlandse bezetting in Paramaribo geconcentreerd. Het commissariaat is gevestigd te Combe. Paramaribo ligt aan de linkeroever van de Suriname rivier en is ontstaan op of nabij de plaats van het huidige Fort Zeelandia, waar een harde schelprit zich in de rivier uitstrekt. Hier bouwden in 1613 Dirk Claeszoon van Zanen en Nicolaas Balistel nabij het indianendorp Parmerbo een factorij die met palissaden tegen de indianen beschermd was. Na 1613 vestigden er zich afwisselend Fransen en Engelsen. Paramaribo is tot in de 19e eeuw door het koloniale bestuur vrij regelmatig in voornamelijk westelijke richting uitgelegd. Bij de aanleg van het stadsdistrict in het zwampige terrein is gebruik gemaakt van langgerekte ritsenbundels welke zich onder meer langs de waterkant en onder en nabij de Gravenstraat bevinden. Daarnaast is een aantal ontwateringsgrachten en kreken gegraven. Eerst de Sommelsdijkse kreek, later de Knuffelsgracht met het Fiotte- en Picornikanaal, waardoor de afwatering van de stad vrij goed geregeld werd. Door het beloop van de ritsen staan de oude hoofdstraten, zoals de Gravenstraat, tegenwoordig de Henk Aronstraat, de Herenstraat en Keizerstraat met de hoek van 35 graden op de rivieroever. Begin 18e eeuw vond de uitbreiding plaats langs de ritsen van de Zwarte Novembrugstraat in de tweede helft van de eeuw, toen de bevolking vrij snel in omvang toenam, gevolgd door een uitbreiding naar het zuiden, waarvoor de Steenbakkersgracht, de Drambrandersgracht en Limesgracht werden aangelegd. De westgrens werd omstreeks 1800 verschoven van de Zwarte Novembrugstraat naar de Wanikastraat, terwijl in het noorden van de stad een aanvang werd gemaakt met de aanleg van de voorstad Zeelandia, ofwel Combe, later ook Eerste Buitenwijk genoemd, ter onderscheiding van de Tweede Buitenwijk, die in de 19e eeuw ten westen van de Wanikastraat, tegenwoordig de Johan Adolf Pengelstraat, ontstond. Paramaribo was tegen het einde van de 18e eeuw zo uitgebreid dat de vele langzamere bevolkingsgroei in de daaropvolgende halve eeuw daarbinnen gemakkelijk kon worden opgevangen. Het was in deze tijd een vrijwel geheel in hout opgetrokken stad. Bouwen met hout ging sneller dan met baksteen. In deze houten stad was het brandgevaar groot. Twee grote branden zijn er de oorzaak van dat in de oudere gedeelten niet noodzakelijkerwijs de oudste gebouwen te vinden zijn. In 1821 woedde er een brand op het Oranjeplein en de waterkant. In 1832 werd het westelijk deel van de waterkant in de as gelegd. Meer recent, op 1 augustus 1996, was het gebouw van de Nationale Assemblée dat uitbrandde. Heel langzaam werkt Paramaribo aan het restaureren van zijn binnenstad. Paramaribo heeft een oppervlakte van 183 vierkante kilometer en had 242.946 inwoners in 2004. Qua oppervlakte is het daarmee het kleinste district van Suriname, maar qua aantal inwoners het meest bevolkte. De helft van de Surinaamse bevolking woont in Paramaribo. Het is daardoor ook het dichtst bevolkte district. Paramaribo telt tegenwoordig 255.000 inwoners. Nu de groei van Paramaribo de laatste decennia geheel buiten de districtsgrenzen plaatsvindt, wordt het stadsgebied wel aangeduid als Groot Paramaribo of de agglomeratie Paramaribo. Paramaribo grenst ten noorden aan de Atlantische Oceaan. In het oosten vormt het district de grens met Kommewijnen en in het zuiden en het westen aan Wanica. In Paramaribo zijn er veel bomen, hier en daar op erven geplant, maar er zijn geen echte parken. Het enige wat in de buurt komt van een park is de palmentuin achter het paleis van de president. Hier staan 300 jaar oude koningspalmen te wuiven. In de koloniale tijd was de palmentuin de ontmoetingsplek voor de blanke plantagehouders.
en hun dochters en zonen die elkaar hier in de avonduren tegenkwamen en romantische wandelingen konden maken, gechaperoneerd weliswaar door de huisslaven. Langer dan een eeuw geleden werd de Palmetuin voor het publiek opengesteld. Op nationale feestdagen verzamelen zich hier honderden feestgangers. Ruim de helft van de Surinaamse bevolking woont in Paramaribo, overwegend Afro-Surinamers, verder Hindoestanen, Javanen, Chinezen en anderen. Het stadsdistrict is het sociaal-culturele centrum van het land. De educatieve, medische en culturele instellingen van enige importantie bevinden zich allen in Paramaribo. De vier grote ziekenhuizen verleden. Aan de Zwartenovenbrugstraat zijn de resten van het Zwarte Hof nog zichtbaar, waar slaven vroeger werden berecht. Verder in het centrum treffen we kerkgebouwen aan van de Grote Stadskerk, de Hervormde Kerk en de Lutherse Kerk. In de Hervormde Kerk op het Kerkplein ligt Susanna Duplessis begraven. Susanna Duplessis stond bekend als een bijzonder wrede plantagehoudster. In de Petrus en Pauluskathedraal ligt het graf van de zalige Petrus Donders. Op het Kerkplein ligt de oude Oranjetuin, een oude begraafplaats. In 1763 werden de graftombes op de oude Oranjetuin gesloopt en de grafstenen plat op de grond gelegd. Pas in 1801 werd het kerkhof volledig gesloten. Het verlangen van mensen om bij hun verwanten te worden begraven is sterk en velen hebben zich na 1756 laten begraven op de oude begraafplaats, ondanks de hoge boete. Op de Oranjetuin werden veel hoge ambtenaren en gouverneurs begraven, onder wie gouverneur Rietberg. In maart 1756 werd de nieuwe Oranjetuin aan de Henk Aronstraat geopend. De stedelingen zijn afkomstig uit verschillende culturen die het stadsbeeld een afwisselende sfeer geven. Als een paal boven water staat dat sommige toeristen vreemd opkijken als ze de grootste moskee van Zuid-Amerika en de Joodse synagoge gebroederlijk naast elkaar zien staan in het centrum. De historische monumenten op verschillende pleinen en straten in Paramaribo vertegenwoordigen een stukje geschiedenis en cultuur. Veel straten en gebouwen in Paramaribo zijn genoemd naar de grote zonen en dochters van het land. Zoals het regeringsgebouw, dat genoemd werd naar Dr. Frank Ezet, de Dr. Sophie Redmondstraat, genoemd naar Dr. Sophie Redmond, en de Anton de Komstraat, genoemd naar Anton de Kom. De woning van Anton de Kom staat nog als een levend monument aan de voormalige Pontewerfstraat. De Universiteit van Suriname is ook genoemd naar deze grote zoon van het land, tegenwoordig Anton de Kom Universiteit aan de Leisweg. Ook op pleinen en in verschillende straten treffen we standbeelden aan. Op het Onafhankelijkheidsplein staat het standbeeld van Jopie Pengel, verder nog de eerste premier van de Republiek Suriname Henk Aron en meester Jagannath Lachman. In 1935 kreeg Paramaribo met de Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname, de AVROS, haar eerste radiostation. Langer dan 20 jaar bleef de AVROS het enige radiostation in de lucht. Pas in 1957 kwam er een tweede bij. RP The Hot One is het oudste radiostation. Dit station wordt ook Radio Paramaribo, RAPAR, genoemd. De STVS was in 1965 het eerste televisiestation. Pas na 22 jaar kwam er een tweede. Nu heeft Paramaribo 25 radio en 19 televisiestations. De belangrijke dag- en avondbladen in Paramaribo zijn De Ware Tijd, De West, Times en Dagblad Suriname. Het avondblad De West is de oudste krant van het land. Het bedrijfsleven heeft in het stadsdistrict goed ingespeeld op jonge ondernemers. In Paramaribo hebben ze bewezen de groei naar ontwikkeling van het stadsdistrict te stimuleren. De zonen Jake en Daryl Walker zijn in de sporen van hun vader getreden, die 25 jaar lang directeur is geweest van deze grote onderneming. Daryl Walker is de huidige directeur van Moboko NV aan de Industrieweg Noord, een handelstechnische onderneming op het gebied van moeren en bouten. Ik heb het zin dat die datum ook overgenomen van mijn vader samen met mijn broer Jake. En wij zijn bezig de markt met bevestigingsartikelen te voorzien sinds 1976.
Moboko NV is in 1976 opgericht door de maatschappij Borstlap te Tilburg, Nederland. En op 7 maart 1977 is het van start gegaan. De heer Fred Walker is jarenlang de stuwende kracht geweest achter dit bedrijf. De werknemers van Mobo hebben allemaal een technische achtergrond. Als ze hier in het bedrijf komen, krijgen ze ook nog een interne opleiding om op te gaan met een schuifmat. De kwaliteit van de boten te kunnen herkennen en een bepaalde service aan de klant te kunnen geven. De toekomstplannen is nog verder in ons assortiment kunnen uitbreiden qua gereedschappen, qua bevestigingsartikelen en ook een beetje op de huizenbouw te gaan. En ook wat chemische ankers, chemische middelen en lijmen aan de klant te presenteren. We zijn ontwikkelingen wat we hebben gehad in de tussentijd. We zijn gecertificeerd en geheel geautomatiseerd. Het bedrijf heet eigenlijk Moboko NV. Maar om het een beetje te internationaliseren, hebben we gekozen voor Moboko Fasteners NV. Dan weet men gelijk dat Moboko een bedrijf is die bevestigingsartikelen verkoopt. Dus vandaar dat we ook bezig zijn met een naamsverandering. Paramaribo is het knooppunt voor het wegvervoer van Suriname. Bij Paramaribo is in 2000 de Sjuul-Weidenbosbrug geopend over de Surinamerivier. De brug wordt ook wel Surinamebrug genoemd en heeft gezorgd voor een snellere verbinding tussen Paramaribo en het aan de overzijde gelegen district Kommerwijnen, voornamelijk Meerzorg. De bedoeling van de brug was om de ontwikkeling van het oostelijke deel van Suriname te bevorderen. Voorheen was dit gebied alleen per veerverbinding bereikbaar. De brug is 1504 meter lang en heeft 2 rijstroken. De brug is niet toegankelijk voor voetgangers. Paramaribo is ook het centrum van machinefabrieken en metaaldraaierijen. Met de komst van Reko NV metaaldraaierij aan de Meester Jagannath Lajmonstraat kunnen de nieuwste technieken op het gebied van rebuilding construction worden toegepast, zoals het maken, repareren en modificeren van diverse onderdelen, als ook tandwielen en kunststofonderdelen. Natuurlijk ook het richten en repareren van aluminium, auto- en sportvelgen. De heer Max Ritveld is de steunpilaar achter Reko NV en tevens de huidige directeur. Het bedrijf verzorgt interne opleidingen aan stagiaires van verschillende technische scholen in Suriname, met als oogmerk die klaar te maken voor het bedrijfsleven. De verschillende markten zijn een gezellige mengelmoes van culturen met hun eigen producten die vanuit allerlei landen ter wereld worden geïmporteerd. De grootste markt van het land treft men aan in Paramaribo, de centrale markt. Jarenlang was voor Paramaribo de oude centrale markt aan de waterkant één van de belangrijkste lokale handelsplaatsen. Van alle districten werden de producten op deze markt verhandeld, onder andere uit Saramaka en het Leidingengebied. Om voor de landbouwers uit deze gebieden het transport wat te vergemakkelijken, werd voor hen een markt geopend, de zogenaamde Poelepantje-markt aan het William Kraanplein. In de jaren 60 werd het plan uitgewerkt om een nieuwe markthal te bouwen elders in Paramaribo. Het was noodzakelijk een noodmarkt op te richten. Die werd aan de Kankantri-straat in Paramaribo-Zuid gebouwd. Wegens de blijvende behoefte aan een markt in dat gebied is deze noodmarkt tot op heden toe als permanente markt blijven bestaan. De groothandel is nog vrijwel geheel in handen van in Paramaribo gevestigde handelszaken. De situatie in de handelssector is daarom op dit moment zo dat het aantal grote warenhuizen waar men praktisch alle goederen kan kopen vrij beperkt is. De groothandel zorgt toch dagelijks voor de distributie van bestelde goederen. De firma Sungyi & Co. ligt in het centrum van Paramaribo aan de waterkant tegenover de markt en is de enige groothandel met de meest verkochte producten uit verschillende landen. Het bedrijf is opgericht op 16 maart 1939 door 2 neven, Feng Yuki en Feng Kongying. De naam van de firma Sungyi is ontstaan door de afkorting Zung van de heer Feng Yuki en Yi van de heer Feng Kongying. Deze neven waren samen in het bedrijf tot en met 30 juni 1958. Het bedrijf wordt tegenwoordig voortgezet door Robbie, Henk, Roy en Michael. Het idee van Sungyi, het ontstaan van Sungyi is eigenlijk, ja, het is door mijn vader, hardwerkende vader. En hij is eigenlijk de initiatiefnemer geweest. En na zijn dood
hebben wij broers het voorgezet. Dat is Robbie de oudste, ik persoonlijk, Roy en Henk. Het doel van de firma Sungi & Co. is om zoveel mogelijk de klanten te leren Chinees te koken. En dat is goed gelukt, want onze Sungi's Keuken Geheime Kookshow heeft ervoor gezorgd dat heel wat mensen al weten ja, hoe Chinees te koken, want ze vonden het altijd moeilijk. Maar het leuke van de grap is, ja, heel wat mannen koken nou. En dat is voor mij echt een tevredenheid. Want ik blijf het zeggen, geef de vrouw een beetje rust het weekend. Want ze werken zo hard. Goederenstroom van ons geschiet op twee manieren. 1. De klant die belt op, plaatst een bestelling. En wij hebben onze arbeiders en leveringstrucks. En die zorgen ervoor dat de goederen worden geleverd. En we proberen het altijd op tijd te doen. Want ik blijf het zeggen, de klant is koning. Een andere manier is dat heel wat winkeliers zelfs graag naar de stad komen, want ze moeten naar de markt. Wij zijn dicht bij de markt. En dan komen ze ook een kijkje nemen wat voor nieuwe goederen, wat voor nieuwe items er zijn. En zo plaatsen ze hun bestelling. En het gaat zo zijn gangetje. Tevreden klanten, dat hebben we altijd. Uitzonderingen zijn er altijd. Maar dat is juist goed. Want als er klachten binnenkomen, weet je wat goed is en wat niet goed is. En als, waar we direct kunnen verbeteren, doen we dat. Want het is tenslotte, de klant is de koning. Dus de service moet je altijd geven. En goede service heb je nodig. Dus elke klacht wordt serieus behandeld. Verscheidene winkeliers zijn er de laatste tijd toe overgegaan hun winkel als een zelfbedieningszaak, de zogenaamde supermarkt, in te richten. Dit systeem van verkopen komt tegenwoordig frequent voor in Paramaribo, maar ook over heel Suriname. De meeste winkeliers in Paramaribo zijn Chinezen die in elke straat een supermarkt hebben. In Paramaribo zijn de voornaamste Chinese verenigingen gevestigd: Kong Yi Tong Sang, Sheng Fa Fui Kong en de handelsvereniging Fa Chao Xiong Fui. Elk heeft een eigen clubgebouw. Er is voorts een dagblad dat voor alle Chinezen die geen Nederlands kennen en het Surinaams alleen spreken, een belangrijke bron van informatie vormt. Verder is er een Chinese begraafplaats aan de Schietbaanweg en worden oude, armlastige Chinezen, die weinig in aantal zijn, in het clubgebouw van Kong Yi Tong Sang gehuisvest. Tegenwoordig heeft de Chinese gemeenschap in Paramaribo ook een eigen televisieomroep. Paramaribo is ook het economische centrum van het land en bezit de grootste en belangrijkste haven van het land. Alle grote banken van het land, nutsbedrijven, industrie en verkeer zijn in Paramaribo gevestigd. Paramaribo is ook het centrum van alle takken van sport in het land. In het André Kamperveenstadion aan de Letitia Vriesdelaan worden er regelmatig internationale wedstrijden gehouden. De Letitia Vriesdelaan opgaand treffen we hier achter Paramaribo Zoo, een mooie, goed onderhouden dierentuin. De politie in Paramaribo is heel goed zichtbaar. Overal in Paramaribo vinden we politieposten. Het hoofdbureau van de politie stond vroeger aan de waterkant. Een prachtig gebouw dat op 25 februari 1980 tijdens de militaire staatsgreep werd verwoest. Tegenwoordig staat op die plek het monument van de revolutie van 25 februari 1980. De ontwikkeling van Paramaribo als centrum van het land is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een multiculturele stad met veel nationaliteiten en religies die naast en met elkaar leven. Traditionele feesten worden in Paramaribo uitbundiger gevierd dan in andere districten. Bekend is de Oruyari-viering, die nu een vaste prik is geworden in alle wijken in Paramaribo. De avondvierdaagse is ook een jaarlijks terugkerend evenement voor jongeren en ouderen. Tegenwoordig is overal in Paramaribo wel een casino te vinden. Het nachtleven heeft hierop heel goed ingespeeld. Diverse horecagelegenheden, waaronder 4- en 5-sterren hotels, verwelkomen hun gasten vol warmte en bieden een goede service. Een wandeling door de straten van Paramaribo
laat de bezoeker de unieke sfeer proeven van de mooie winkels, eetgelegenheden, de centrale markt, maar ook de zachte en koele bries van de waterkant. Aan de waterkant staan historische huizen en oude amandelbomen. Het is heerlijk zitten met de rivierwind, het uitzicht over het water met de vissersbootjes.